Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ik ben super laat vandaag, maar dat boeit me lekker allemaal niet. Nee, het is prachtig mooi weer. Ja, ja. Hé, Frodootje. Ik moet weer even uitzoomen. Het is heel erg mooi weer. Ik heb de deur dus open, zoals jullie zien. En het is vandaag, wat is dat? Het is vandaag woensdag. En het is de 27 februari. En het is 19 minuten over 2. Ja. Dat ik zo lekker even een bakje koffie doen. En ik moet nog eventjes weg naar de deka. Alleen, meer niet. Ik heb geen haardak meer. Ik moet nog wat anders hebben. Voor de vaatwasser zout moet ik hebben. Dus ja, een paar kleine dingetjes. En dat ga ik even halen. En dan zien we wel wat de dag brengen gaat. En ik moet de camera's nog allemaal leeg halen. Ook mijn mobiel. Daar staat ook nog het een en ander op wat ertussen moet geplakt worden. Dus ja. Wat nou? Hij is lief. Hé, ja. Grote kerel. Maar oké, lieve vrienden, geniet jullie ook alsjeblieft van deze prachtige mooie dag. Want deze dag heb je maar weer. Ja. Ga er op buiten, doe wat leuks. Want voor je het weet is het morgen koud en het regent misschien dan weer. Je weet maar nooit in het in Nederland, hè? Nee. Ons kikkerlandje. Nee, maakt niet uit. Nee hoor. En de atmosfeer en alles dat verandert, hè, dat, ja, zoals, oh, ik word wazig, zoals daar waar het extreem koud begon te zijn, daar wordt het ook warmer. Dus ja, alles verandert dus. Hebben de mensen heel veel zelf in de hand, ik doe er gelukkig niet aan mee, want ik krijg geen auto, nee. En ik zit in een schone stad qua lucht, geur enzovoorts. Niet, er zijn natuurlijk hier wel auto's, er rijden hier bussen enzovoort. Maar lang niet zoveel dan in de grotere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, noem maar op. We hebben hier ook geen trams, ben blijven niet, want ik zou doodsbang worden. In Den Haag bij Karen en Roderick, ik ben bang daar hoor, ja. Bang voor die trams, want die stoppen niet voor je hoor. In een bus nog wel, weet je. Dus nee, dat moet me niet. Ik blijf lekker in mijn eigen stadje wonen waar ik geboren en getogen ben. En dat is gewoon Den Helder. Dus ja, kom eens een keer gezellig om een bakkie. Ja, wil je weten waar ik woon? Nou, geef me naar Facebook. Ja, simpel. En dan komt de rest wel. Ja. Maar ik ga mezelf niet verkopen. Nee hoor, gewoon vrienden. Ja, als vrienden onder elkaar. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja hoor. En Ewen die zit nou op de stoel. Kandel die zit zelf weer kapot te bijten. Ja, je ziet er niet uit. Je hebt allemaal kale plekken, man. Al die lichtgekleurde plekken, dat is dus kaal. Ja. Daar heeft hij gewoon plukken haar uit weggetrokken. Maar ja, dat is van de zomer, van de wintervacht naar de zomervacht. En dan begint die meneer je telkens. Ja, dat moet maar niet. Zonde. Maar oké, ik zou zeggen, geniet. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis van weg geweest. Ja, dat was mijn mobiel. En Frodo is weer helemaal happy. Helemaal happy. Helemaal happy. Ja, ja. Hé? En Kandel is ook weer blij. Hé? Moet je naar buiten? Moet jij? Oeh, au. Ja, wat lief. Oh, wat lief. Dankjewel. Wie moet er naar buiten? Wil je ook naar buiten? Kom dan. Kandel ook nog toe. Ik kon niks zeggen. Zo, nou, die
zijn naar buiten. Ik ben met koffie bezig. Want ja, als je net thuis bent, dan heb je wel zin in wat. En ik heb uiteraard weer een bounty mee. Ik heb een kipfiletje gekocht. Dat was in de aanbieding, afgeprijsd. Ik heb een witlof van een heleboel. Ja, was ook in de aanbieding. Dus ja, uiensiepels. Ik noem dat altijd chipels. In het Fries is dat. Is ook lekker. Nou ja, en het verder het nodige, hè. Vaccinelichtjes weer voor op tafel. Dus ja, ik heb de boodschappentas moet dus opruimen helemaal. En ik heb ook een klein beetje blikje snack meegenomen. Ik heb even zin in een beetje soep zo meteen. Voordat ik normaal het normale eten ga klaarmaken. Althans, dat is al klaar en ik denk maar op te warmen. Maar dat is me nou nog te vroeg voor. Ik heb gewoon lekker een beetje soep. Gewoon ja, even bijkomen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. En het is prachtig, man. Echt heerlijk. Maar morgen zal het weer gaan regenen, heb ik gehoord. Dus ja, eerst zien, dan geloven. Ja. Nou, ik zeg, oh, Frodo wil weer naar binnen, dus die doen we eerst er even weer in. En dan sluit ik wel weer verder even af. Tot. Nou, Gandalf, Frodo, kom dan. Vliegt hij wel tegen de deur op, om voor hem te zeggen ik wil erin. Maar dan is hij weer ineens in zijn tuin aan het roeten en het doen. Oh, 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 oh. Nou kom, maar loop zo ook weer binnen. Zo. Nou. Gekkie. Je bent een dwaas. Ja, je bent een dwaas. Dus. Nou, oké, vrienden. Tot later. Ja, lieve vrienden. De dag is weer voorbij. We gaan weer naar ons bedje toe. Het is alweer lekker laat. Het is 17 minuten over 2. En ik ben een vlog naar YouTube aan het brengen. Maar mijn internet die zakt weer eens weg. Oh, oh, oh. Dat is ellende hoor. Maar ja, hier komt hij alweer. Daar niet wel. Ja, daar komt hij alweer. En eens even kijken. En alweer op 43% even goed. En nog 27 minuten. Dan is die klaar. En dan komt die vandaag dus ook online. Want ik loop weer helaas op achter. Maar ik heb wel genoeg mappen op mijn bureau nog staan. Op mijn bureaublad. Want ik heb vandaag wel mijn camera's helemaal leeg weten te halen. En al kunnen verdelen van hé, dat behoort daarbij, weet je wel. Dat we wel weer fatsoenlijke filmpjes krijgen. Dus dat is wel allemaal leuk gelukt. En ben ik al nou dik 2-3 uur mee bezig geweest, geloof ik. En toen vanavond eentje aan het renderen geweest terwijl ik naar Facebook was. En televisie keek, et cetera. Dus dat komt allemaal wel goed. En nou is het een kwestie van, we gaan sluiten, dat draait, ondanks dat hij af en toe geen internet heeft, maar dat komt wel goed. Als ik dan morgen beneden kom, dan is hij wel klaar. En, maar oké, okay. Frodo die is ook moe, die wil ook nog een beetje toe. Hé, Frodootje? Ja, hé. Frodootje wel, hé. Joh. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Dat ga ik ook doen. En we zien elkaar aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik ben al enige tijd eruit. Ik kreeg onverwachte ziekte. Dus ja, dan kan je niet vloggen, hè. Nee. Dus bij deze wens ik jullie al een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en Bee. De boel en ze zijn allemaal binnen. Ina ligt op de troon. Gandalf loopt hier ook. En meneer Frodo legt uiteraard op de bank. Ja.
Nou, en ineens het wachten op de huishoudelijke zorg en wie er komt, een van de twee, weet ik dus niet, want ik heb niks vernomen. Maar, werk het wel. Ja, of nou Carmen of Rebecca is dat, dat nemen we wel. Hé kerel, ja, het is dus vandaag donderdag 28 februari. Morgen is het alweer maart, 1 maart, maart roept de staart. En we leven om 12:42. Dus ja, het is vreemd weer. Nou, komt de zon er wat doorheen. Maar het is, ja, hoe noem je dit? Een groot fluibewolking, ik weet niet. De lucht is wel dicht, het is niet blauw. Nee, het is echt wel bewolkt. Maar ja, het zonnetje is er even en kan dan wel eruit. Doei! Dus ja, dat... Ja, lekker even het zonnetje. Maar oké, ik moet verder gauw. Want ik heb nog niet gegeten omdat ik onverwacht visite kreeg. Dus ik ga nou eventjes een hapje eten. En dan zien we wel weer wat de dag ons brengen gaat. Ja toch? Ze zeggen geniet van alles met wat jullie doorgaan. En tot strakjes. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben laat, want ik ja, eigenlijk er ook niet meer aan gedacht, want ik bleef maar naar die poort kijken en bleef maar naar die poort kijken terwijl ik met andere dingen bezig was. Maar ik heb geen huishoudelijke zorg gehad vandaag. Nee, ze moeten hun schamen.nl. Ja. Wat er aan de hand was, zoals Carmen, ja, die had er eigenlijk ziek gemeld. En als die denkt zo, ja, ik heb me ziek gemeld, ik hoef niet weer te bellen. Maar ze had er diarree bij gekregen en ja, daar heeft ze nog een keer gebeld van, ja, ik kan nog niet werken, want ik heb de diarree. En ik heb moeilijk de cliënten allemaal aan gaan steken op die manier. En dan hebben ze voor het gemak even vergeten van het bedrijf. Dat er om een andere te zoeken voor mij en die naar mij toe te sturen. Dus er is helemaal niks gedaan vandaag. Nou ja, ik hoop dat er morgen een komt. Ik heb wel met ze gebeld tot 2 keer aan toe met het bedrijf. En ik heb gezegd, ja, ik moet wel om 11:30 bij de fysio wezen. Dat ik ben pas rond 1:15 ongeveer weer thuis. Nou ja, en Astrid die komt morgen natuurlijk, dus ja, ik heb dan hoop te doen ook. Voorbereidingen voor het eten, ik weet ik al nog steeds niet wat, maar het doet er niet toe. Maar in ieder geval, ik hoop dat er morgen ook huishoudelijke zorg komt. Ze bekijken het anders maar, simpel, ik moet toch huishoudelijke zorg hebben of niet dan? En dus ja, Kandel die zit vlak voor mijn stoel. Meneer, vlak naar me. Dus ja, dan moet ik opletten dat hij niet voor mijn wielen gaat, want anders dan rijd ik over de staart heen en dat moet maar niet, dat is ook niet zo zielig. En ik ga even een bakje koffie maken, water heeft gekookt, dus dat ga ik nou eventjes doen. En ik heb broccoli in de koelkast leggen, dat ga ik zo even snijden en koken, dan heb ik zometeen lekker broccoli. Ja, dat weer even verse groente. Oh, die gaat weer op de vreemde manier. Met zijn pootje gaat hij in het waterbak hengelen. Ik vind het zo leuk. Klein hoopie. Ja, dat, maar oké. Okay, ik zie wel hoor. En anders moet ik morgen eventjes ook nog eten tussendoor halen. Ik weet het niet. Ik moet ook Astrid nog even, Astrid eventjes een appje sturen. Vragen wat zij in het hoofd heeft. Ik weet het momenteel niet echt. En dan komt de rest wel weer goed. Ja toch? Ja. Nou, ik zal ook zometeen even een vlog weer naar YouTube brengen. Ik ben nou nog even op Facebook bezig. En als ik daar klaar ben, dan doe ik... Ga ik er eentje naar YouTube brengen? Ja, dan is dat er ook weer. Dan hebben we er morgen weer eentje staan.
En dan weet ik niet of ik vandaag nog verder kom. Ik weet niet of er overmorgen wat op YouTube staat. Ik weet het nog even niet. Want ja, ik heb van alles en nog wat te doen. Dus, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn dinner voor mijn neus staan. Ja, jullie zullen ook wel denken, wat is dat allemaal? Nou, noedels met garnalensmaak. Broccoli. Groentesausje. En ja, het hoort er helemaal niet bij, maar het moet toch op. Ik had het al een tijdje openleggen. Pak bloedworst. Het behoort eigenlijk bij rode kool, maar ik vind het ook bij andere groenten lekker te maken. En aangezien de Astrid geen bloedworst lust, nou ja, ik wel. Ik vind het heerlijk. Dus het ziet er toch zo ook lekker uit, dacht ik. Ja, ik vind het wel. Wijntje erbij, koffie erbij, kaarsjes aan. En smellen maar! Dus ja, ik zou zeggen tot later!